Het hoofdgerecht. We doen het drieluik met groenten, de spuitzout met pastinaakcreme en het hetsucade met jus doen we in de pan water. Dan brengen we aan de kook en laten we 5 minuten warm worden. Na 5 minuten halen we de hetsucade eruit. Deze maken we open en doen we in een andere pan. Deze brengen we nog even goed aan de kook, zodat de jus kan inkoken en mooi om de sucade komt te zitten. Intussen tijd pakken wij het drieluik met groenten erbij. Deze maken we open en dan gaan we beginnen met het opmaken van het bord. We leggen de pompaolo op het bord, hierbij de rondjes pastinaak en dan de stippen met pastinaakcreme. Hier tegenaan zetten we de wortelen en noemen we de hazelnoten. Dan pakken we het stuk vlees uit de pan. Hier overheen strooien we de uiencrunch en bieslook. Deze zetten we dan op het bord. De rest van de jus gieten we erbij.